Dit is het klooster op de Benedictineshof 82. In 1927 zijn hier de Benedictinessen gekomen. Rond 1960 en 1970 zijn ze verhuisd naar Oosterhout. Maar in de oorlog zijn ze al eigenlijk, ja, werd het ze verboden om hun geloof te beoefenen. Tegenwoordig wonen er studenten. Ik heb gehoord dat er allemaal dingen gebeuren die niet goed te verklaren zijn. Ik ben toch heel benieuwd wat dat dan is. Ik heb een paar mensen gevonden die erover willen, in ieder geval er iets over uit willen laten. En ik ben heel benieuwd hoe zich dat uit, zeg maar, die vreemde dingen die niet te verklaren zijn. Nou, het is gewoon een feit dat hier een hele hoop spullen verdwijnen gewoon. Bestek altijd uit laders verdwijnt. Niemand die het heeft ook. Niet dat het bij één iemand verdwijnt, maar gewoon bij iedereen. Nou, het gebeurt ons allemaal. En als je een geintje uithaalt, dan geef je het op een gegeven moment wel weer terug. Maar bij ons zijn er spullen die spoorloos verdwenen. Ook op mijn kamer is een keer afgesloten geweest en toen was ik ook van alles kwijt. Mijn ramen waren dicht, mijn deur was op slot, niemand die erin geweest kon zijn. En toen hoorde ik in één keer een boem. Ja, wat de fuck is hier aan de hand? Dus licht aangedaan. En toen bleek dat dit Afrikaanse masker, dat heb ik van mijn zus gehad, die lag in één keer 4 meter verder. En zat gewoon een biertje te drinken, om te kijken. Gewoon gezellig. En gewoon een normale avond. En ineens horen echt keihard geklop. Maar niet op klophoogte, zeg maar onderaan de deur. Dus nou ja, dat is sowieso wel raar. En iedereen zat in de woonkamer, dus het kon eigenlijk niemand anders zijn. Het is zoals voorgekomen dat we gewoon hier tv zaten te kijken. En dat ik hem ook hoek iemand dacht zien lopen, iemand dacht te horen lopen en vervolgens kijk je en is er niemand te vinden. Ik weet dat in de 30e jaren zijn hier nonnen zijn hier verdwenen ook. Verdwenen? Ja, je had die wasseret hier beneden. Ja. En die zijn dus op een gegeven moment, gewoon op een zaterdagmorgen, zijn die de was gaan doen. En die zijn dan gewoon niet teruggekomen. En had je een paar maanden hoorden ze niks van die mensen. En op een gegeven moment gingen ze dan toch die wasret hier gingen ze doorzoeken. Mm-hmm. En dan vonden ze lichaamsdelen als het ware van die non. En ja, niemand weet eigenlijk hoe dat precies gebeurd is. Wellicht zijn ze zelf, het gerucht is er dat ze dan zelf in de wasmachine zijn gekropen. En dan om zichzelf te cleanen, als het ware, te cleansen. Ja, ze waren onrein. Het was natuurlijk van de duivel, hè. Kijk, die nonnen die mochten natuurlijk geen seks hebben hier. Nee, maar dat mocht sowieso nooit in een klooster. Ja, dat is natuurlijk. Als ze dat wel hadden gedaan, ja, hoe los je dat op? Jezelf, als het ware, ja, laten verdwijnen. Ja. Uit elkaar. Misschien, het was dus niet alleen reinigen, het was ook gewoon een laatste, hoe noem je dat? Ja, een laatste redmiddel om je, want je reinigt jezelf niet alleen in wasmachine, je gaat ook dood natuurlijk, want je krijgt helemaal geen lucht. Maar wisten ze maar dat? Maar ze zijn dus, dat is dus eigenlijk het rare, ze zijn, het is zo dat ze, dat aparte lichaamsdelen zijn gevonden. Die zijn geamputeerd eerst. Voor de dood nog. Ik weet niet wat het nog zo was.